Simmers, het is weer de 23ste van de maand. En dat betekent dat er dus weer een sterrenbeeldvideo online komt. En we zijn nu recentelijk in de periode van de steenbok gekomen. Dus het sterrenbeeld waar we nu mee gaan werken is dus een steenbok. Wat dus ook weer net als altijd de achternaam wordt van deze sim. Het is trouwens ook de 6e dag van de kerstpuls video. Dus welkom terug als je al de hele week aan het kijken bent. Ja, ik heb natuurlijk weer nagedacht over de voornaam van de sim. We hadden natuurlijk vorige maand een Rolf, wat een mannelijke sim was. Dus we gaan deze maand met een vrouwelijke sim verder. En normaal gesproken kijk ik altijd even op mijn Facebooklijst wie er in die periode jarig is. Maar dit keer hoefde dat niet, want ik ken een medesimmer en een vriendin van me die dus in deze periode jarig is. En ik ga de sim dus naar haar vernoemen. Dit wil niet zeggen dat de sim ook qua innerlijk en uiterlijk op haar gaat lijken. Het is alleen de naam die dus... de naam is eigenlijk de enige connectie met die simmer. Maar voor de rest ga ik gewoon gebaseerd op de informatie die ik natuurlijk online gevonden heb. Daar de sim op baseren en niet op hoe ik haar ken als persoon. Dus dan weten jullie dat alvast. Mari, alvast gefeliciteerd. En mocht je kijken op 2 januari, feliciteer haar dan in de reacties. Hè. Dat is leuk. Oké, Mari Steenbok wordt het dus. En... ik ben natuurlijk zoals altijd weer een beetje op internet gaan kijken naar informatie over het sterrenbeeld. Nou vond ik bij dit sterrenbeeld dat ze, vooral bij de onderdeel carrière en zo, er was best wel veel verteld. Dat ze praktisch zijn, verstandig, ambitieus, gedisciplineerd. Dat ze de spil zijn van het bedrijf, dat ze alles goed willen afronden en zo. Dus vandaar dat ik voor de eigenschap, en dan moet ik altijd alles, daar, perfectionistisch ben gegaan. Dit wordt dus de eerste eigenschap voor deze sim. En zoals altijd kies ik ook een negatieve of in ieder geval minder positieve eigenschap uit. Eigenlijk zo'n eigenschap dat de meeste mensen, eigenschappen die de meeste mensen altijd links laten liggen. Want vaak kies je toch alleen maar voor degene waar je het meeste wat aan hebt. Wat ik dus kon vinden aan informatie was dat, dat ze soms wel eens gereserveerd kunnen zijn. Voorzichtig en zo, vooral in contact naar bijvoorbeeld collega's of minder intiem contact, maar naar mensen die je wat minder goed kent. En dat vond ik wel heel goed passen bij Einzelganger, want bij Einzelganger is het ook dat als een sim met vreemden omgaat of mensen die ze niet zo goed kennen, dat ze daar niet zo happy mee zijn, maar wel dat ze wel prima kunnen omgaan met sims die ze heel goed kennen. Dus dat vond ik wel een leuk eigenschap om nu te kiezen. En wat er ook bij stond, dat vond ik ook wel heel leuk om nu een hele andere kant aan te geven aan de innerlijk van deze sim. Was dat ondanks dat een steenbok gereserveerd kan zijn, heel stil, kalm, rustig kan zijn, ze ook heel grappig uit de hoek kunnen komen. Dus de laatste eigenschap is grapjas. Stond ook bij dat grapjes misschien soms net iets de verkeerde kant op kunnen gaan. Maar ja, dat kan je, mocht je deze sim downloaden, lekker kunnen spelen met de ondeugende interacties die je kan doen met de sim. Dus grappig en ondeugend zijn wel iets wat je dus met deze sim zou kunnen doen. Dan moet deze sim natuurlijk nog een doel hebben. En ik weet het, dat bij Schorpioen en bij Boogschutter, zo heel stom, maar toen zat ik ook al hier. Ik heb een beetje na zitten denken over de rest, maar er stond dus bij dat steenbokken heel erg bezig zijn met kennis en heel goed zijn in kennis en zo. Dus geheugen, dat soort dingen. Dus dit moet gewoon bij een steenbok passen. Ik zal wel echt proberen, volgende maand is de waterman aan de beurt. En ik zal echt proberen om dan eens een keer een doel te kiezen die niet in dit kopje valt, maar in een van de andere. Mocht je trouwens een waterman zijn en iets hebben, die vind ik heel goed bij mij passen. Wat niet kennis is, laat het ook weten in de reacties. Dan kan ik dat meenemen. Maar we hebben dus nu hier het innerlijk van Mari Steenbok. Een zelfverzekerde Einzelganger grapjas. Die veel met kennis wil gaan doen. En daar dus een snelle leerling is. Dat is mooi meegenomen. Gaan we nu een beetje werken aan het uiterlijk van deze sim. En ik heb niet echt een idee. Het zijn ook drie. Ja, deze kunnen op zich al bij elkaar. Ja, grapjas is een beetje... Het is een bijzondere combinatie met die andere eigenschappen. Maar ik vind het wel een leuke sim daardoor worden. Dus ik moet even bedenken hoe ik het uiterlijk van deze sim toch perfectionistisch kan zijn. Dus misschien iemand waarbij het haar heel goed zit en de make-up heel goed zit.
graag ook wel een rustige uitstraling. Want dat had ik bij Einzelganger natuurlijk. Iemand die wat voorzichtiger is. Dus misschien niet te felle make-up, niet te felle kledingkleuren en al dat soort dingen. Maar wel weer een grapjas. Misschien een t-shirt met een grappig printje of zo. We gaan kijken. Eerst in ieder geval het gezicht. Laten we even het haar en zo wegdoen. Want ik denk dat ik voor een andere haarkleur ga. Maar laten we eerst even een basisgezicht kiezen. Beetje rustiger. Slimme uitstraling. Misschien deze. Alleen dan iets minder. Misschien een wat liever neusje. Kijk hoor, zo'n schattig ja. Zo'n iets kleiner maken. Kin ook wat zachter. Wangen wat smaller. Zoiets. Ja. Ik vind die oogkleur eigenlijk wel tof. Ik denk dat ik die zo hou. Maar ik wil wel een andere haarkleur. Ik denk dat ik voor dat hele lichte blond ga. Want voor Roy had volgens mij... Rolf. De boogschutter sim van vorige maand. Rolf. Die had volgens mij deze blonde haarkleur. Maar ik denk dat het nu wel leuk is om deze te doen. Ja, ik vind dit wel een... Oh, dat is iets te smal. Ja, nu wordt het iets te smal. Iets voller. Misschien sproetjes ook. Of is dat iets... Ja, ik wil ook niet dat deze sim natuurlijk op de sim van mijn One Color Challenge geel gaat lijken. Ik weet eigenlijk niet eens of zij sproetjes had uit mijn hoofd. Laten we een klein beetje doen. Dat is wel schattig. Oké, dan wil ik de huidskleur ook wat lichter. Zo. Ja. Oké. Het haarkleur. Iets wat goed zit natuurlijk. Moet ook weer de goede haarkleur hebben. Iets wat een beetje een rustige uitstraling heeft, maar goed zit. Ja, dit is wat rommeliger natuurlijk. Ik denk wel dat het haar moet zijn wat vast zit. Ik denk dat als iemand perfectionistisch... Ja, of je doet dit natuurlijk, wat helemaal vol met haarspray zit waarschijnlijk. Maar ik vind dit niet heel erg een rustige uitstraling hebben. Dit kapsel. Of gaan we voor kort haar? Oh, dit vind ik eigenlijk er wel heel leuk staan. Ik gebruik dit kapsel echt bijna nooit. Maar als ik zo kijk... Weet je, we gaan gewoon voor deze. Ik heb volgens mij... In mijn hele Sims 4 tijdperk nog nooit dit kapsel gebruikt. Dus we gaan gewoon voor deze. Vind ik was leuk. Het staat er goed. Gaan we naar het lichaam. Moeten we eerst even de kleding wegdoen. Want ik vind die schouders te breed. Nog steeds best wel breed. Ik denk dat je hele smalle schouders hebt. Ah, Hisma. Oh, dat drukte ik toch ook wat mee. Zo. Armpjes mogen ook wel wat breder. Ja, dit vind ik wel leuk. Ik ga geen tatoeage doen, want dat vind ik niet zo passen bij wat ik tot nu toe aan informatie heb opgeschreven. Vooral omdat er staat praktisch en verstandig. En ja, hoewel ik heb zelf ook een tatoeage en ik ben nou niet een rebel of zo. Maar ze zeggen altijd dat... Ja, tatoeages en verstandig is niet iets wat je zo goed bij elkaar vindt passen of zo. Maar ja, wat gaan we eraan doen? Misschien, ja, iets rustigs of zo. Iets simpels, iets wat goed zit. Maar misschien met een beetje een leuk humor. Kijk, dit vind ik bijvoorbeeld niet bij perfectionistisch passen. Met al die scheuren en die... Ja, dat zoek ik dan weer niet. Kijk, we hebben... T-shirtjes met... Misschien moet ik daar naar zoeken. Een t-shirtje of zo met een printer op. Dit is alleen maar... Iets met een grappig printje erop. Kijk, dit is op zich wel leuk. Omdat ze... veel met kennis doet. En dit is toch natuurlijk wel een beetje het lampje van... ik heb een idee. Dus dat is op zich wel leuk om te onthouden. Wat kunnen we nog meer? Er zijn meer t-shirtjes als het goed is.
Kijk, dit vind ik dan weer te serieus. Dat past niet bij Grapjas. Het is wel een leuke trui. Dit is dan weer te grapjasgerig en dat past dan weer niet bij het idee van rustig en perfectionistisch. Ja. Kijk, ik kom hier bij de t-shirt zitten. Hier zit geen print op. Hier heb je alleen... Oh, we hebben ook andere dingen. Oh ja, deze. Wat is dit? Dit is... En dit... Nee, we gaan voor deze. Dit is een grapje, want dit is een pie-teken. Dit is een... Ja. Een taart. Ja, zeg maar de slagroom en de kers op de taart. En ja, taart in het Engels is natuurlijk pie. En dit is het wiskundige teken van pie. Dus dit is ideaal. Het is perfectionistisch. Het past bij haar, ja, haar kennisdoel. En het is ook nog eens grappig. We gaan voor deze. En dan denk ik dat ik er wel een wat nettere broek onder ga doen. Niet zo'n spijkerbroek, maar... Ja, pantalon heet dat volgens mij. Zoiets. Die past wel. En dit is een spijkerbroek. Oh, dit is ook een pantalonbroek. Kijk, ja, dit vind ik wel goed staan. Schoenen. Ja, wat is leuk. Geen gimpie in ieder geval. Ik denk ook niet slippers of zo. Ook niet sandaaltjes. Ook niet dit soort laarzen. Dit al helemaal niet. Ja, dit vind ik iets te... Vind ik niet zo bij perfectionistisch passen. Misschien een beetje standaard hakjes of zo. Of keurige schoenen. Zijn dit keurige schoenen? Oh ja. Ja, dit is dan weer heel saai in zwart. Ja, laten we voor deze gaan. Maak ik wel de voet iets kleiner. Zo. Ja. Kijk, accessoires. Misschien nog een horloge erbij. En een blauw bandje. Of een rood bandje. Past weer bij de rode... details in het shirt. Ja. Ik vind het een... geslaagd. Nou, de make-up natuurlijk nog. Nou, dat houden we simpel. Dus we doen alleen een randje. Of is dat too much? Of deze? Nee, deze. En dan simpele oogschaduw, dus een beetje lichtbruin of zo. Oh, het was nog niet klaar. Die. Of blauwig. Nee, dat vind ik... Ik wil het wel heel basic houden. Dit is te sterk. Nee, dan moeten we eigenlijk toch gewoon voor die gaan, die eerste. Dit. Dit is best wel rustige, ja, rustige uitschaling. En dan denk ik dat ik voor een lipglossje ga met een rood tintje erin. Want hoewel ik dit heel erg geweldig bij haar vind staan. Ik vind die vorm van de lippen iets niet zo heel mooi. Zo. Dit vind ik echt geweldig bij haar staan. Dus ik zal het denk ik wel in de formele outfit verwerken. Maar ik vind het te aanwezig voor iemand die voorzichtig en gereserveerd hoort te zijn. Dus ik denk voor de alledaagse look dat dit gewoon too much is. Dus we houden het op een lipglossje. Misschien dat ik er dan... Ja, doe ik het zo. Wangen. Oké. Okay. Willen we nog oorbellen heen? Heeft dat zin? Zien we dat? Nee, kleine oorbellen zien we niet. Dus dan moet je waarschijnlijk iets... Oh, dit zie je wel. Maar dat zie je nauwelijks. Bepaalde dingen vind ik gewoon niet passen. Nee, weet je, we laten bij deze outfit de oorbellen zitten. En ik kijk wel wat ik bij de andere outfits ga doen. Maar dit is dus de alledaagse look van Mari Steenbok. Een...
ijzelgangerige perfectionist die van grapjes houdt. Zij zal uiteraard op de galerij komen staan. En het is natuurlijk Kerstpuls, dat weten jullie al. Als jullie op mijn kanaal kijken, op mijn YouTube kanaal bij video's, dan zie je dat sommige Kerstpuls video's een groene kader hebben en sommige een rode kader. En alles wat een rode kader heeft, komt dus op de galerij te staan onder natuurlijk hashtag Kimpuls, maar ook hashtag Kerstpuls. Al ben ik dat bij de kerstman vergeten en ik wilde hem nog van de galerij afhalen om die hashtag toe te voegen en weer opnieuw up te loaden. Maar iemand had al een leuke reactie achtergelaten. En als je dus iets offline haalt van de galerij, dan verdwijnen die reacties. Dat vind ik gewoon jammer. Dus alleen de kerstman staat niet met hashtag Kerstpuls online op de galerij, maar wel met hashtag Kimpuls. Dus je kan alles ook gewoon vinden onder hashtag Kimpuls. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze sterrenbeeldserie. Ik ga nog even verder met de andere outfits. Natuurlijk bedankt voor het kijken. Like en abonneer als je dat leuk vindt. En dan zie ik jullie morgen. Want morgen komt de laatste Kerstpuls video online. En dat is een let's play met de Sims hier, honden en katten. Doei doei!